Ik ben Omdan, ik kom uit Afghanistan. Ik woon al 10 jaar in België. 7 jaar lang woon ik al in Brussel. Daarom ben ik in Brusselaar. Ik studeer rechten aan de VUB. Ik heb 2 broers, Milad en Daud. Minorendako betekent huis van de minderjarigen. Het is een organisatie voor de minderjarigen, daar worden ze opgevoed. Dus in het echt is het kleine asielcentrum voor de minderjarigen. Ik moest naar Minorendako gaan tolken voor een minderjarigen van het Nederlands naar het Persisch en omgekeerd. En toen heb ik echt Minorendako leren kennen. En in 2014 ging ik de halve marathon van Brussel lopen. En via mijn vriend Abdul heb ik Minorendako nog beter leren kennen. En sindsdien loop ik regelmatig met hen en we doen vaak alles samen. Minorendako is een belangrijk project voor jongeren die in Brussel zijn. Want als ze nieuw in Brussel aankomen, hebben ze geen kennis van de samenleving. Zo gaan ze in contact komen met de nieuwe organisaties en nieuwe mensen. Dat zorgt voor de goede connecties. En via connecties kunnen ze bijvoorbeeld een betere school vinden, naar het ziekenhuis gaan. Zo gaan ze zichzelf nog meer kennis laten maken met de samenleving. En dat zorgt voor een betere toekomst in België en in Brussel. Brussel is eigenlijk het nieuwe achterdenken van mijn leven, van mijn gedachten. Mijn hart ligt in Brussel, al zou ik naar een ander land gaan, toch ga ik heel veel van Brussel houden. Ook het feit dat ik heel vaak loop, heb ik de marathon in Brussel gelopen, heb ik echt heel subtiele nieuwe plaatsen ontdekt. Dus Brussel is een magische stad. Die nieuwe achterdenken is van mijn leven.